De zeilzwemsport speelde de eerste bekerfinale in 12 jaar en nog nooit werd de beker ook daadwerkelijk gewonnen. In het hoofdbad was AZC uit Alphen de tegenstander. De zeil speelde op papier uit en draagt daarom de blauwe caps. De eerste bal is voor AZC en ook meteen het eerste schot op doel is voor de ploeg uit Alphen. Maar die bal wordt gepakt door keeper Espen Wansleben. En hoewel AZC voor de wedstrijd als favoriet werd gezien, is het toch echt de zeil dat op voorsprong komt. Jasper Haasnoot opent te scoren 0-1. Maar AZC heeft meteen een antwoord en maakt er 1-1 van. De zeil laat het er niet bij zitten. Tom Nederend krijgt de bal en na een mooie schijnbeweging verdwijnt de bal weer in het doel. 1-2. En zo gaat de score heen en weer tot de zeil toch een paar puntjes uitloopt zelfs. Na een uitsluiting van AZC maakt Stan van Ruiten de 2-4. En daarmee wordt de eerste periode afgesloten in het voordeel van de zeil. De tweede periode is beduidend minder aan Leidse kant. AZC weet maar liefst 5 keer te scoren en buigt de achterstand om naar een voorsprong van 7-6. De schade blijft daarmee beperkt, maar AZC heeft duidelijk de overhand. Weet de zeil het tij weer te keren. De zeil blijft het moeilijk houden aan het begin van de derde periode. David Spijker loopt tegen meerdere uitsluitingen aan, maar keeper Wansleben houdt zijn ploeg in leven. En dan plotseling krijgt Adam Maclari de kans om zijn ploeg weer op gelijke hoogte te schieten, maar het schot faalt en komt niet in de buurt van het doel. AZC straft dat meteen af en met een lopje over de keeper maakt de ploeg uit Alphen er 8-6 van. Er wordt vervolgens aan beide kanten gescoord en de zeil lijkt de achterstand van 2 doelpunten vast te kunnen houden tot het laatste kwart. Maar bij een stand van 9-7 en met nog 1 seconde op de klok ontstaat er een chaotische situatie en loopt AZC uit naar 10-7. Een zware domper voor de zeil. Is de ploeg uit Leiden inmiddels gebroken of kunnen ze nog 1 keer de schouders eronder zetten? Met nog een kleine 4 minuten op de klok staat het inmiddels 12-8 en lijken de kansen op de eerste beker in de clubhistorie voor de mannen toch echt verkeken. Maar dan is het Adam Maclari die na een uitsluiting van AZC zijn ploeg terugschiet in de wedstrijd 12-9. Een goede minuut later maakt Mark Visser er 12-10 van. Leiden krijgt weer hoop. Kan het dan toch nog? Is er nog genoeg tijd? AZC mag dan zeker niet meer scoren. En dat gebeurt ook niet. De bal gaat op de lat. En dan weer Adam Maclari met een bal in de verre hoek. 12-11. Het publiek gaat achter de zeil staan en laat zich horen. De gemoederen lopen hoog op als de zeil in de laatste minuut weer een uitsluiting te verwerken krijgt. En coach Ron van der Harst krijgt een rode kaart. Met nog maar 30 seconden op de klok redt keeper Wansleben weer. En dat is het moment dat assistentcoach Tim van der Meer de laatste time-out aanvraagt. Van der Meer kan zelf niet meespelen omdat hij een aantal weken geleden tijdens zijn wedstrijd een gebroken kaak opliep. Maar hoopt zijn ploeg op deze manier toch naar de overwinning te kunnen loodsen. De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring opgedaan als succescoach van de dames van ZVL. Dus hij weet precies wat hij tegen het team moet zeggen. Schutter Roeland Spijker vrijspelen en een laatste kans op 12-12 forceren. Dat vrijspelen gebeurt. Spijker kiest om nog 10 seconden te gaan voor een lob. Het publiek houdt de adem in. Maar helaas, de bal gaat over en de laatste kans is verkeken. AZC viert feest en de zeil moet de teleurstelling te boven komen en zich weer richten op de competitie. Want ook daar doet de ploeg nog volop mee voor de prijzen. Ik denk dat we er een mooie finale uiteindelijk van hebben gemaakt, maar verlies is nooit leuk. We stonden 4 doelpunten achter. We begonnen eigenlijk heel sterk. Volgens mij stonden we 2 doelpunten voor. Daarna hadden we een wat mindere periode waarin ze eigenlijk over ons heen gingen. Ik heb al zelf van één moment waarin we 2 doelpunten achter staan. Ik paas hem iets te kort op Adam. Nou, in plaats van 1 doelpunt achter scoren zij weer de contra en staan we 3 doelpunten achter. Nou, ze liepen uit naar 4 en we hebben eigenlijk een geweldige comeback tot 12-11. Ja, en dan wordt het aan het laatst gewoon gekhuis. Roel krijgt nog een contraval waar wij het niet helemaal mee eens zijn. En uiteindelijk het laatste lopje waar ik enorm van baal. We zijn gewoon heel goed begonnen. We hadden natuurlijk best wel veel getraind op systemen, heel erg op de tegenstander getraind. Dat ging goed. Natuurlijk loopt het altijd wel net even iets anders. Maar vooral in het begin maakten we kansen goed af. Scoorden makkelijk. Man meer ging goed. En net zoals Thijs zei, op een gegeven moment werd even een periode wat moeilijker. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel de kwaliteit van de tegenstander. En ik denk wel dat we constant wel weer dingetjes aangepast hebben. En dat is denk ik ook wel de kracht van het team. Dat het team ook zelf gewoon dingen in het water aan kan passen. En ik ben onwijs trots. En ik kan niet anders zeggen dat het goed was.
Op een gegeven moment nog 1 minuut te gaan en jij krijgt een rode kaart. Wat gebeurde daar? Ja, ik was het uiteraard oneens met de scheidsrechter. En dat was ik daarvoor ook al. Kijk, ik vond zelf, en natuurlijk zit je helemaal in zo'n wedstrijd. Ik vond zelf dat wij aan het eind van de derde partje echt was en niet nodig. Maar het was gewoon onterecht uitsluitingen kregen, waardoor er ook direct gescoord werd. Waardoor er ineens 4 doelpunten verschil op stonden. En wij komen heel mooi terug. En dan wordt er een bal op Roel gespeeld voor... die wordt gewoon met 2 handen om water geduwd. En de scheidsrechter ziet het, doet gewoon helemaal niks. En dat snap ik gewoon niet. Daar word ik boos om. En daar word ik flink boos om. Ik denk ook, ik laat mijn stem nog even verheffen. En goed, het kost me waarschijnlijk wel een schorsing. Natuurlijk ligt de teleurstelling nu erbovenop. Maar toch ook nog wel een beetje trots, want jullie hebben wel gewoon de finale gehaald en net aan verloren. Ja, tuurlijk. Dus je ziet hoeveel publiek uit Leiden mee was. Ik denk dat we daar zeker aan het eind een onwijs mooie wedstrijd van gemaakt hebben. Spannend. Ik denk alles wat de finale uiteindelijk moet hebben zat erin. Ja, dan is het nu wel natuurlijk even zuur dat je niet wint. Maar ik denk dat we trots kunnen zijn wat we hebben bereikt. Is dat ook wat jij net nog even tegen ze hebt gezegd? Ja, zeker. Ja, zeker. We hebben gewoon wel een goede wedstrijd gespeeld. Weet je, we geven wel een team wat eigenlijk bestaat louter uit professionals. Die eigenlijk 9 keer in de week trainen. Die internationaal spelen, ervaring opdoen. Die in het buitenland ervaring opgedaan hebben en een intensieve opleiding gedaan hebben. Die geven we wel gewoon partij. Dus nu gewoon maar de landstitel pakken als prijs? Nou, laten we dat maar doen dan. Gaan we voor.